Wij hadden daar juist een academische zitting met diverse meningen, de pro's, de contra's, die een stuk aanbevelingen heeft gegeven aan het bestuur en een stuk kritiek heeft gegeven aan het bestuur, maar ook veel ideeën naar de toekomst toe. Vanavond hebben wij optredens van tal van Gentse artiesten van alle kleuren en geuren. Creatief vind ik goed, hè? Maar met zo'n ding, voor mensen van mijn leeftijd, kon je toch niet verder komen, dus hoor je. Eigenlijk de verandering moet komen in die mentaliteit, hoe mensen denken. Hè? Dus alleen die woord begraven zal niet willen helpen, maar in de toekomst zal dat wel een verschil maken, denk ik. Ja, ik heb al nu om 2 wijze woorden gevonden, dus Gent heeft toch altijd een beetje het imago gehad van een vrije stad, van een tolerante stad, van een opposite stad. Pirk is daar toch een beetje een tuinbeeld van, dus dat wordt kostke niet ontbreek. En dan middernacht worden de wouden allochton en otterton definitief begraven hier een beetje vuurder in het Borgloopark. We mogen eigenlijk, dacht ik eraan, om 3 A-woorden te begraven, maar we mogen niet polariserend werken. De problemen worden nu wel onder de loep genomen. Hè. Er is veel meer aandacht voor de achterstelling in het onderwijs, op het werkstellingsvlak, op het huisvestingsvlak. En dat is wel het positieve aan dit evenement, is dat er heel wat middenveldorganisaties zich erachter geschaard hebben. Heeft gedaan!